Davas Consultancy biedt de hele maand december gratis therapiesessies aan een ieder die het nieuwjaar niet met negatieve bagage wilt ingaan. Marilyn de Freitas, Reconnection Coach, zegt dat het voornaamste in dit heel proces is leren om los te laten. Ja, loslaten is eigenlijk niks anders dan accepteren dat wat is gebeurd, is gebeurd. En het managen, de manier hoe je ermee omgaat, dat je niet toxic wordt, dat je niet ook de pijn die je meedraagt aan anderen toewenst. Dus daar gaat het eigenlijk om. Het lijkt misschien heel zwaar van loslaten, maar het is toch met ons gebeurd. Maar loslaten is niet zo zwaar als je gewoon kijkt, dit is gebeurd. Het raakt me niet als mens in mijn waarde. Het is alleen iets wat mij is overkomen. Het is niet makkelijk, dat zeg ik niet. En er zullen wel dagen zijn waarbij je zegt van nee, vandaag wil ik gewoon niks horen. Vandaag wil ik gewoon lekker lelijk doen. Het zijn eigenlijk zitten met jezelf en jezelf de vragen stellen. Wat wil ik? Hou ik van de persoon die ik vandaag ben? Hoe voel ik me? Waar ga ik naartoe? Zodat je niet op automatische piloot gaat reageren, maar dat je echt bewust bent van hetgeen wat je elke dag doet, dat dat je voldoening geeft en je een beter mens maakt. De Freitas stelt dat het traditioneel onderwijs zich niet bepaald leent voor het stimuleren van mentale gezondheid. Nee, ik ben geen voorstander van traditionele educatie. Omdat er heel veel wat belangrijk wordt niet is geleerd. En dat is hoe we omgaan met mentale, emotionele gezondheid. We leren alleen de harde skills, maar de soft skills leren we niet. Dus eerlijk gezegd, voor mij, we zouden het misschien kunnen doen van start in de kinderjaren echt met hoe gaan we om met elkaar? Hoe zorgen we voor onszelf? Hoe kunnen we een betere community worden? Voordat we gaan kijken naar rekenen, taal en al dat soort zaken. Want nee, het gaat hand in hand. Je hebt beide nodig. Het is niet alleen de hard skills, het is niet alleen de soft skills. Maar het is toch wel beide wil je floreren in onze samenleving. Zij benadrukt dat communicatie tijdens dit mentale genezingstraject niet uitgesloten mag blijven. Praat over je gevoel en wees er eerlijk over, aldus de Freitas. Het volledige interview is woensdag om 5 uur te bekijken in ons programma In Gesprek Met.